Eindelijk heb ik het. Wat is het, Holmes? Het is lijm, Watson. Huh? Ontegenzeggelijk lijm. Ah. Kijk zelf maar eens in de microscoop. Ja. Zie je die langwerpige figuren? Ja. Pluisjes van een tweetweefsel. Ja. Die vreedvormige grijze vlekken zijn gewoon stof. Uh-huh. En die, zie je die bruine bobbeltjes in het midden? Uh-huh. Zijn vast en zeker lijm. Ik neem het graag op jouw woord aan, Holmes. Is het van enig belang? Het gaat om de pancreasaffaire. Je herinnert je misschien dat er naast het lijk van die politieman een pet werd gevonden. Ja. De verdachte ontkent dat dit zijn pet is. Maar het is een lijstenmaker, dus iemand die dagelijks met lijm omgaat. Behandel jij die zaak? Nee, mijn vriend Merriweer van Scotland Yard. Die vroeg me dit eens te bekijken. Ze beginnen ook daar eindelijk het belang van de microscoop in te zien. Hé, hey, zo laat al? Verwacht iemand? Ja, nieuwe cliënt. Is ver over tijd. Nou, daar zou ik me niet over opwinden. Watson, jij weet iets van de rennen, is het niet? Nou, daar behoor ik wel iets van te weten. Ik spandeer er de helft van mijn armzalige pensioentje aan. Dan zal ik jou mijn handleiding voor wedrennen nalaten. Nou. Zegt jou de naam Sir Robert Norbiton iets? Dat zou ik denken. Hij woont in Shoscombe Old Place. Daar heb ik vroeger wel eens de zomer doorgebracht. Ja, weet je overigens dat het weinig gescheeld heeft of hij had met jou te maken gekregen? Oh ja? Ja. Hoe dat zo? Dat was toen hij Sam Brewer met de zweep te lijf ging in Newmarket East. Die geldschieter uit Curzon Street? Ja, hij had hem bijna vermoord. Oh, dat klinkt interessant. Ja. Geeft hij vaak aan dit soort neigingen toe? Hij staat bekend als een gevaarlijk heerschap. Het is zo iemand die in een vroegere tijd had moeten leven. Dan zou hij zijn mannetje gestaan hebben. Grote belangstelling voor de dames, een vechtersbaas, een atleet. En als ruiter, een van de grootste waaghalzen van het hele land. Een paar jaar geleden werd hij tweede in de Grand National. Aha. Maar er wordt gezegd dat hij door zijn verliezen bij de rennen zo diep gezonken is dat hij er nooit meer bovenop komt. Uitstekend, Watson. Een bewonderenswaardig, glashelder karakterschetsje. Wow. En verder, kan je me ook een beeld geven van Shoscombe Old Place? Alleen dat het midden in Shoscombe Park ligt in Berkshire. Je hebt daar de Shoscombe stoeterijen en er zijn oefenterreinen. En de chef piqueur is John Mason. Ja, je hoeft niet verbaasd te kijken, mijn beste Watson. Hij had een paar minuten geleden al hier moeten zijn. Maar vertel me nog wat meer van Shoscombe. Ik schijn een rijke ader te hebben aangeboren. Ach, dan zijn er ook de befaamde Shoscombe Spaniels. Daar hoor je van op elke hondententoonstelling. Die Spaniels zijn echt de trots van Lady Beatrice. Is dat de vrouw van Sir Robert Robert? Nee. Hij is nooit getrouwd. Nee, dat is maar goed ook, zou ik zo zeggen. Erg rooskleurig lijken me zijn vooruitzichten niet. De weduwe Lady Beatrice Falder is zijn zuster. Shoscombe was het bezit van haar overleden echtgenoot. Norbiton heeft er geen enkele aanspraak op. Als zij komt te overlijden, dan gaat het naar haar zwager. Ze heeft dus alleen het vruchtgebruik voor het leven. Ja. Maar het geld dat zij ontvangt, dat wordt door Norbiton uitgegeven. Toch meen ik wel eens gehoord te hebben dat ze erg aan hem gehecht is. Nee, maar vertel eens wel, wat gaat er verkeerd op Shoscombe? Ja, dat is nog precies wat ik ook zou willen weten. En als ik me niet vergis, hebben we daar juist de man die ons dit komt vertellen. Tja, binnen. Ah, komt u binnen, Mr. Mason. Dank u. Dit is mijn vriend en mijn collega, Dr. Watson. Prettig met uw kennis te maken, heer. Heel aangenaam. U hebt mijn briefje ontvangen, Mr. Holmes? Ja. Maar het heeft me niet veel wijzer gemaakt. De zaak is te delicaat om volledig op papier te zetten. Maar ook te ingewikkeld. Goed, Mr. Mason. Wij zijn nu geheel te uw beschikking. Ja. Om te beginnen, Mr. Holmes. Ik geloof dat mijn baas, Sir Robert Norbiton, gek geworden is. Dat zal de verstandhouding met u dan niet te goede komen. Maar waarom zegt u dat? Kijk, sir. Als een man één of twee keer iets mals uithaalt, nou ja, daar kan er reden voor zijn. Maar als alles wat hij doet even zonderling is, nou, dan begin je toch wel te twijfelen. Naar mijn mening hebben Shoscombe Prince
en de Darby's zijn hoofd op hol gebracht. Zoals Comprint, dat is een veulen dat door Sir Robert is aangekomen. Ja, ja, het beste van heel Engeland. En ik weet waar ik het over heb. Ik zal heel openhartig zijn, heren. Ja, want, nou ja, ik weet dat het onder ons blijft. Ja. Sir Robert moet deze Darby winnen. Het is zijn laatste kans. Hij kan alleen nog maar geld opnemen of lenen op dat paard. Ja, hij vraagt niet tegen welke rente. Nou, is dat mogelijk, Mr. Mason, als hij toch een paard heeft van die klasse? Oh, de mensen weten niet half hoe goed het is, Dr. Watson. Sir Robert, hè, die is slimmer dan de boekmakers. Charles Comprins, dat veulen, heeft ook nog een halfbroer. En daarmee draait hij zijn rat voor over. Ze zijn haast niet van elkaar te onderscheiden. Maar ja, hij is twee lengte voor naar een gehoop van nog geen 200 meter. Nee, sir. Hij heeft alles gezet op Prince. En als hij verliest, dan is het met hem gedaan. Ja. Het lijkt me een zeer gewaagd spel. Maar hoe komt u erbij dat Sir Robert krankzinnig zou zijn? Ja, je hoeft eigenlijk alleen maar naar hem te kijken. Zijn ogen, hè, die staan zo wild in zijn hoofd. En hij is de godganselijke dag in de stallen. En dan, hoe hij zich gedraagt tegen Lady Beatrice. Wat is daarmee? Oh, ze hebben het altijd best kunnen vinden, hoor. Ze had evenveel van paarden als hij. Als Jos Comprins hoorde aankomen, hè, dan draafde hij elke keer naar de rijtuig voor zijn klontje suiker. Maar dat is allemaal voorbij. Waarom? De lady schijnt alle belangstelling verloren te hebben. Al een week lang rijdt ze langs de stallen zonder ook maar goeiemorgen te zeggen. Denkt u dat er ruzie geweest is? Nou, als u het mij vraagt, niet zo zuinig ook. Sir. Waarom zou hij anders haar lievelingsspaniel weggegeven hebben? Huh? Haar spaniel? Oh, ze was er zo gek op alsof het haar eigen kind was. Maar hij heeft het een paar dagen geleden aan de oude baas gegeven. De eigenaar van de Groene Draak bij Kendall. Hé, hey, dat is fijn. Ja, ze heeft een zwak hart, dus ze leidt aan waterzucht, dus ze kan niet veel ondernemen. Oh, Sir Robert viert er elke avond een paar uur gezelschap. Maar ook dat is voorbij. Hij gaat nooit meer naar daartoe. Oh, daar trekt ze zich erg aan. Alles is veranderd, Mr. Holmes. Er gaat iets gebeuren. Let op mijn woorden. Wat is er dan nog meer? Dat is nou het gekste van alles. Elke nacht weer sluipt Sir Robert naar de oude kerk en daalt dan af in de crypte. Een oude bouwvallige kerk is het in het park. Het is al donker en vochtig. Overdag al een verschrikkelijk hoor. En s'nachts, dan waagt niemand zich in die buurt. Spookt het, hè? Ja, 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 lacht u gerust bij zijn hoofd. Maar het heeft een slechte naam, al geslachtenlang. In elk geval, weer of geen weer, daar gaat hij elke nacht heen. Het wordt steeds interessanter. Maar hoe weet u dit allemaal, Mr. Mason? Van Stevens, die hem de eerste keer zag wegsluipen. Die vertelde het aan mij. Nou ja, u zou misschien zeggen dat het onze zaken niet waren, maar we zijn hem toch achterna gegaan. We verstopten ons achter een bosje en zagen hem de crypte binnengaan. Zo. Hij bleef een hele tijd weg. Het is erg gewaagd wat we doen, Fred. Als hij ons ziet, dan zwaait er wat. Ja. Als hij begint, dan ziet hij niemand. Toch wil ik graag zien hoe dit afloopt. Maar veel zien doen we van hieruit niet. Zullen we hem binnen een kijkje nemen? Van mijn leven niet. Hij hoort ons vast en zeker aankomen. We kunnen niet veel anders doen dan naar weer naar huis volgen. Hè? Je weet het nooit. Misschien heeft hij straks iets in zijn handen dat ons op een spoor kan brengen. Ja. Wat zou dat toch allemaal betekenen, Frit? Ja, moet je mij niet vragen. Pas op. Hij komt naar buiten. Liggen. Hij komt hier langs. Ja. Wacht hem nog. Nou. Hij liep met lege handen. Daar zijn we niet veel wijzer van geworden. Nee. We zouden nou binnen zijn kijkje kunnen nemen. Hm? Hij is nou toch weg. Ja. Ja, dat zou wel kunnen doen. Maar ik geloof toch dat het beter is om terug te gaan. Ja, misschien heb je wel gelijk. Vooruit. Hey, wacht. Er komt nog iemand uit de crypte. Ja, wat doen we? Hij komt deze kant uit. Kan je zien wie het is? Niet iemand uit de buurt, geloof ik. Vlug, ik weet wat. De weg op. Laat ons gewoon zien. Doe maar alsof we een avondwandelingetje maken. Ja. Dan komen we wel aan de weet wie het is. Goedenavond, Fred. Lekker weer, hè, voor een wandelingetje.
geldt niets voor een babbeltje. Gaan we achteraan? Nee. Dit leek op een toevallige ontmoeting. Als we hem achterna zitten, de baas hoort het. Luister eens, Fred. Ik ga toch naar binnen een kijkje nemen. Kom. Binnen. Hij komt nog. Nee, John. Maar niet gezien. Vooruit, man. Dit was heus geen spook. Als zij naar binnen kunnen gaan, waarom wij dan niet? Ja, maar... Ik heb geen rust voor ik precies weet wat er aan de hand is. Wacht jij dan maar hier op me. Nee. Nee. Ik ga online naar binnen. Ik hoor niks. Ik denk niet dat er nog iemand is. Ga je nog verder? Ja, we gaan naar beneden. Hier is niks te zien. Ik voel niks voor die kriebje. Ik wel. Heb jij je lantaarn? Ja. Maar geen muziekjes? Oh, die heb ik. Kijken of die zigeuners hier een kap hadden opgeslagen. Maar toen waren die beenderen hier niet. Weet je dat zeker? Absoluut. John, misschien is het... Je gelooft toch niet? Nou, nee, man. Deze beenderen zijn oud. Misschien wel honderden jaren oud. Maar waar komen ze vandaan? Waarom sleept iemand ze mee en legt hij ze op deze manier hier neer? Daar ben ik benieuwd naar, vent. Daar ben ik erg benieuwd naar. Maar we zijn er niet achtergekomen, Mr. Holmes. Hebt u die beenderen daar laten liggen? Ja, ze liggen in een hoek met wat hout eroverheen. En kijk nou eens naar dit. Ja. Oh. Ah. Is dat een van die beenderen? Nee, sir. Dit is wat anders. Het was een dag of twee later. Sir Robert begon te klagen over de kou. Het huis wordt centraal verwarmd. De ketel is in het vertrek onder de kamer van Lady Beatrice. Die ketel was uitgegaan. En toen ze hem wilde aanmaken en een van de jongens de sintels eruit haalde, vond hij dit been. Ja, je kan wel zien dat het verwant is. Wat is dit volgens jou, Watson? Dit is van een mens. Het bovenste gebrek van een dijbeen. Precies. Mr. Mason, zegt u eens, kan iedereen makkelijk bij die ketel komen? Ja, sir, ja. Je kan er rechtstreeks komen door een buitendeur en ook via een trap vlak bij de kamer van Lady Beatrice. De avond voor dit been gevonden werd, was Sir Robert toen thuis? Nee, sir, nee. Nee, toen was hij naar Londen. Dus wie die been er ook verbrand mogen hebben, hij in elk geval niet. Dat is waar, sir. Tja, Mr. Mason, dit lijkt me toch een zeer duistere aangelegenheid. Hebt u nog iets anders te vertellen? Nee, sir, ik geloof dat dit alles is. Een paar vragen dan nog. Wanneer precies heeft Sir Robert de hond van zijn zuster weggegeven? Even kijken. Ja, dat is vandaag precies een week geleden. Het beest ging nogal tekeer en Sir Robert had juist weer even zijn drift bij. Hij greep hem in zijn nekvel. Ik dacht nog bij mezelf, hij vermoord dat dier. Maar dat viel mee. Hij riep een van de jockeys en zei, breng die hond naar de oude baas in de Groene Draak. Ik wil hem hier niet meer zien. Nooit meer. Dank u. Tja, en dan nog dit. Wie houdt Lady Beatrice Folder misdag gezelschap? Dat is een kamenier, Carrie. Oh, die heeft ze al een jaar of vijf. En is die erg gehecht aan de meesteres? Ja. Wie ze het meest gehecht is, dat durf ik niet te zeggen. Oh, daar praat ik liever niet over. Maar ik begrijp het. Ik meen te weten dat geen enkele vrouw voor Sir Robert veilig is.
Gelooft u niet dat dit de oorzaak van de twist tussen broer en zuster zou kunnen zijn? Nee. Dat schandaal is al veel eerder aan de dag gekomen. Mogelijk is het nu pas dat het doorgedrongen. Maar hoe dan ook, het lost het vraagstuk niet op van die verbrande beenderen en die geheimzinnige bezoeken aan de crypte. Mr. Mason, is er in dat deel van Baakse goed viswater? Viswater? Viswater, Mr. Mason. Ja, er zit zalm in de molenbeek en... Er is nogal meer waar nogal wat snoek in zit. Dat is voldoende. Watson en ik zijn befaamde hengelaars. Is het niet zo, Watson? Wij befaamde... Ja, precies. Als u ons in de toekomst nog nodig wordt hebben, Mr. Mason. Wij logeren in de Groene Draak. Daar zijn we vanavond al. Het zal overbodig zijn op te merken dat we daar niet samen met u gezien willen worden. Ja. U schrijft maar een briefje als u iets te berichten hebt. Als wij u nodig hebben, laten we het wel weten. Stellig, Mr. Barnes. We vinden het hier erg prettig. Wie dan wel prettig? Maar vertel u eens. Zouden wij morgen in het meer een hengeltje kunnen uitleggen? In het meer? Dat zou ik maar uit mijn hoofd laten, sir. Hoe dat zo? U loopt kans in het meer te liggen voor u een worm aan de haak hebt. Ik kan u niet volgen, Mr. Barnes. Het zit hem in, sir Robert Norbertson. Oh. Die is erg achterdochtig. Hij is helemaal niet gesteld op pottenkijkers. Pottenkijkers? Neem me niet kwalijk, sir. Maar geloof me, als hij twee vreemdelingen zo dicht bij zijn oefenbaan ziet, dan bent u nog niet van hem af. Sir Robert neemt geen risico, geen enkel. Ja, ik meen gehoord te hebben dat hij met een paard voor de derby heeft ingeschreven. En met wat voor een paard, sir? Daar zit al ons geld in. En dat van Sir Robert trouwens ook. Tussen twee haakjes... Neemt u me niet kwalijk, maar u hebt toch niets met de rennen te maken, hoop ik? Nee, goede vrienden. Wij zijn slechts twee Londenaars die hard toe zijn aan wat frisse lucht. Nou, dan bent u hier in Berkshire aan het goede adres. Het is hier een gezonde streek. Maar onthoud wat ik u gezegd heb over Sir Robert. Hij hoort tot dat soort dat eerst zijn handen uitslaat en daarna gaat praten. We zullen eraan denken, Mr. Barnes. Neemt u me niet kwalijk, maar ik moet even naar de kelder. Oh, Mr. Barnes, wat ik u nog vragen wou. Ik zag zojuist hier in de gang een prachtige spaniel. Wat is dat voor ras? Ja, dat is een echte Joscombe spaniel. Het buikje van de spaniel, sir. In heel Engeland vind je geen beter ras. Dat geloof ik graag. Ja, ik ben zelf ook een grote hondenliefhebber. Mag ik u vragen, wat zou zo'n hond wel kosten? Nou, meer dan ik kan betalen, sir. Ik heb deze zomer van Sir Robert gekregen. Ik moet hem in de gaten houden, want anders rent hij in een wip weer terug naar zijn vroegere baas. Ja, kom bij u, sir. Neem me niet kwalijk, sir. Eindelijk beginnen we toch een beetje houvast te krijgen, Watson. Het is me nog niet allemaal duidelijk, maar binnen een dag of twee weten we naar alle waarschijnlijkheid heel wat meer. Zou Norbert dan gauw uit Londen terugkomen? Best mogelijk. Ik geloof dat we er goed aan doen om morgenavond het gewijde oord te betreden. Oh. De kans op lichamelijke verminking wordt door zijn afwezigheid tot een minimum teruggebracht. En omtrent enkele punten wil ik graag zekerheid hebben. Heb jij enig vermoeden hoe de vork in de steel zit? We weten alleen met zekerheid dat er enkele weken geleden iets gebeurd is, dat het leven in Schlosskamp ingrijpend veranderd heeft. Maar wat dit is... We kunnen er alleen maar naar raden door de gevolgen daarvan. En die zijn nogal van uiteenlopende aard. Maar die zouden ons juist op weg kunnen helpen. Wat deze zaak zo hopeloos maakt, is dat ze zo kleurloos is. Zo onsamenhangend. Dat is waar. Als we de gebeurtenissen samenvatten, dan krijgen we dit beeld, Watson. Sir Robert... houdt plotseling op met zijn geliefde invalide zuster op te zoeken. Haar lievelingshond geeft haar weg. Haar hond, Watson, zegt je dat niet? Alleen dat hij neidig op haar was? Mogelijk. Of schoon. Er is misschien nog een andere uitleg. Maar om nog even verder te gaan met de situatie zoals die was bij het begin van die ruzie. Lady Beatrice houdt haar kamer en verandert haar manier van leven. Ja. Ze laat zich niet meer zien. Ze gaat nog alleen het rijden met haar kamenier, maar weigert even bij de stallen te stoppen om haar lievelingspaard een klontje te geven. Dat is het, nietwaar? Met uitzondering van Sir Robert's bezoek aan de crypt. Ja, die crypt.
En laten we eens veronderstellen. Let wel, Watson, het is niet meer dan een aanvechtbare hypothese. Maar laten we eens veronderstellen dat Sir Robert zijn zuster uit de weg geruimd heeft. Nee, maar Holmes, zoiets is schandalig. Dat geef ik toe, Watson, dat geef ik onmiddellijk toe. Het is een man van eerbare afkomst. Maar ook onder arenden vind je soms een zwarte kraai. Laten we deze veronderstelling nou eens verder uitwerken. Ja, mijn best. Sir Robert zit diep in de schuld. Elk ogenblik kunnen zijn stallen, zijn paarden, alles wat hij bezit, verkocht worden. Hij is dus ten einde raad. Zijn inkomen betrekt hij van zijn zuster. De kamenier van zijn zuster is een willig werktuig in zijn hand. Dat staat buiten kijf, nietwaar? Ja, zeker. Maar zonder fortuin kan hij het land niet uit. De fortuin schuilt momenteel in Chausse-Comprins. Die zal moeten winnen. Ja, daar is dus het wachten op. En daar moet hij hier blijven als hij zijn zuster uit de weg geruimd heeft. Hij zal zich op de een of andere manier van het lichaam moeten ontdoen. Als die kamenier in het complot zit, lijkt me dit geen heksentoer. Het lichaam kan naar de crypte gebracht zijn, waar zelden iemand komt, om het in alle stilte later in de verwarmingsketel te vernietigen. Wat er overblijft, is slechts het bewijs dat wij hebben gezien. Nou, wat is jouw mening erover, Watson? Tja, het is best mogelijk. Als je tenminste die monsterlijke veronderstelling tot uitgangspunt neemt. Ik geloof dat we morgen maar eens een kleine proef moeten nemen. Misschien brengt die enig licht in de zaak. Ha, tot dat tijdstip zijn we sportvissers, Watson. Kom, we gaan een glas wijn drinken en een boom opzetten over aaltjes, witvisjes en dat soort heerlijkheden. Ja. Goedemorgen, Saampjes. Goedemorgen, Mr. Barnes. Goedemorgen, Mr. Barnes. Ik had gedacht dat u al hoog en breed aan uw viswatertje zou zitten. Tja, Mr. Barnes, maar mijn vriend hier is zo dom geweest om snoer en dopper te vergeten. Oh, ja. En hier is niets van die aard te krijgen, dus we zullen wel van de hengelsport moeten afzien. Ja, nou, en om u dwaar te zeggen, zijn we daar niet zo heel erg rouwig om. Het was maar een voorwendsel om uit Londen weg te gaan. Misschien voelt u dan wel iets voor een wandeling. Je hebt prachtige wandelingen in deze streek. Dat waren we nu juist van plan, Mr. Barnes. Maar ik zei net tegen mijn vriend dat het zo prettig zou zijn als die hond van u ons zou mogen vergezellen. Ja. Oh, maar daar heb ik niet het minste bezwaar tegen. Als u die moeite wilt nemen. Ja, heel graag. Hij zal het dol vinden. Ik heb vandaag geen minuut tijd voor uitstapjes. We vinden het erg prettig, Mr. Barnes. En wij hebben evenzeer lichaamsbeweging nodig als u. We zijn aan het veronderstel. Ja, dat is het hek, Holmes. De ingang van Chausse-Comprins Place. Ja. Dus het rijtuig van Lady Beatrice komt hier langs als ze een ritje gaat maken. Ja, dat schijnt ze nog elke middag te doen. Precies om 12:00. Ik weet het. En het is op slag van 12:00. Hoop je iets van haar te zien? En meer dan dat. Het rijtuig zal vaak moeten minderen als de hekken geopend worden. Mm-hmm. Als het dan naar buiten zwengt, zal jij met de een of andere vraag tot de koetsier moeten wenden voor het weer op gang komt. En jij? Ik ga daar achter het hulsbosje staan en mijn ogen de kost geven. Verder heb ik zo'n idee dat ik op dat ogenblik per ongeluk de hond zal loslaten. Mm-hmm. We moeten vlug zijn, Watson. Ja. Ik zie het rijtuig al in de oprijlaan. Ja. Je weet wat je moet doen? Komt in orde, Holmes. Kunt u mij niet kwalijk? Ja, sir. Kunt u mij misschien zeggen of Sir Robert Angleton vandaag thuis is? Nee, sir. Ik heb niet te doen. Oh, dank u. Weg daar! Weg! Ga je weg? Of je voelt de zweet? Doorrijden. Ga door, koetsier. Kijk, m'lady. Kom dat toch! Kom hier, jongen. Kom dan. Zou je niet graag kwijtraken, zo'n waardevolle hond als jij. Zo, Watson, dat is voor elkaar. We hebben wel enige opwinding veroorzaakt. En vertel eens, wat heb je gezien? Ik dacht dat er twee mensen in het rijtuig zaten. De kamenier waarschijnlijk en die oude dame. Maar, Ja, Watson. Die hond. Juist, de hond. Hij herkende het rijtuig van zijn meesteres, maar ontdekte dat er een vreemde in zat. Honden vergissen zich niet in dit soort dingen. Mm-hmm. Maar
Heb jij nog iets anders opgemerkt? Nou, ik dacht die stem. Die riep dat hij moest verder rijden. Klinkt verdacht veel op de stem van een man. En daarmee hebben we nog een troef in handen gekregen. Maar we zullen onze kaarten heel voorzichtig moeten uitspelen, Watson. Wat ga je dan nu doen? Een afspraak maken voor vanavond met onze vriend John Mason. En ik geloof dat dit plekje voor een dergelijke afspraak bijzonder geschikt is. Goedenavond, Mr. Mason. Goedenavond, heer. Goedenavond. Ik heb uw briefje gekregen, Mr. Holmes. Sir Robert is nog niet terug, maar ik hoor dat hij vanavond wel verwacht wordt. Ah. Hoe ver is die crypte van het huis? Een paar honderd meter. Dan gaan we gedrie even heen. Oh, dat durf ik echt niet meer te wagen, sir. Als hij thuis komt, zal ik onmiddellijk verslag over de gedragingen van Soscom Prins moeten uitbrengen. Goed. In dat geval zullen we het zonder u moeten stellen, Mr. Mason. Wijst u ons dan maar de crypte, dan kunt u de rest aan ons overlaten. Mooi, Mr. Mason. Maar voor u weggaat, wilt u ons nog even die beenderen wijzen waar u over sprak? Die liggen in deze hoek. Als u even wilt bijlichten, dokter Watson. Hier, zei u. Ja, sir. Hé, dat is vreemd. Ze zijn weg. Net wat ik dacht. Ik begrijp u niet, sir. Ik denk dat u de as van deze beenderen waarschijnlijk zult vinden in de ketel waarover u ons verteld heeft. Oh, Mr. Holmes. Waarom zou iemand in hemelsnaam de beenderen willen verbranden van iemand die al honderden jaren dood is? Dat hopen we hier te ontdekken, Mr. Mason. En daar zullen we wel enige tijd voor nodig hebben. Laten we u dus niet langer ophouden. Ik neem aan dat we de oplossing voor morgen weten. Goed, sir. Nou, dan ga ik er maar vandoor, hè, want als u er geen bezwaar tegen hebt, tenminste. Ik wil niet graag dat Sir Robert ontdekt dat ik weg ben. Bedankt, Mr. Mason. U hoort gauw genoeg van mij. Zo, Watson. En richt nou je lantaarn eens op die graven hier. Die gaan we wat nader bekijken. Hm. Wat dacht je te ontdekken, Holmes? Hm? Ik zei, wat dacht je te ontdekken? Wat hebben we hier? Een doodkist. Als ik het wel heb, is die gemaakt van lood. Ik zou me heel erg moeten vergissen als die niet sinds kort in gebruik is. Wat? Laat ik daar maar eens de loep op zetten. Ja, net wat ik dacht. Heeft iemand geprobeerd deze kist open te breken? Ja, en is erin geslaagd, zou ik zeggen. En ik denk dat wij samen hetzelfde gaan doen met hulp van mijn trouwe breekijzer. Altijd op alles voorbereid. Haha, dan ben je tegen alle moeilijkheden opgewassen, Watson. Daar gaan we. Nou, Hier. Zo. Ja, nog een flinke duw, Watson. Ja. En dan hebben we hem. Ja. Ja, dat was het. Goed zo. Maar Holmes, dit is geen lichaam dat honderden jaren oud is. Dit is... Hoor, er komt iemand aan. Ja. Wat alle duivel, wie bent u? Hoort u me niet? Wat voert u uit? Ik heb u ook iets te vragen, Sir Robert Robertson. Nou? Goedendag, mijn naam is Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Mogelijk klinkt u die naam vertrouwd in de oren. Maar in elk geval is het mijn zaak erop toe te zien dat de wetten van dit land worden nageleefd. Het komt mij voor, Sir Robert, dat u enige inbreuk op deze wetten gemaakt heeft. Zo, en waar leidt u dit uit af? Uit dit. Zegt u maar eens, wie is dit? Grote goedheid. En wat doet dit hier? Goed, Mr. Holmes. Ik verzeker u. Ik kan het allemaal uitleggen. Het is allemaal in orde. Het doet me goed dat te horen. De schijn is tegen mij, dat geef ik toe, maar ik kon niet anders handelen. Dat neem ik onmiddellijk aan. Maar ik ben toch bang dat u naar de politie zult moeten om uw verklaring af te leggen. Als het niet anders kan, dan ben ik bereid. Maar alsjeblieft gaat u mee naar mijn huis. Ik zal u alles zeggen, dan kunt u zelf oordelen. U hebt zich heel grondig in mijn zaken verdiept, Mr. Holmes. Dr. Watson. Ja. Anders zou ik u niet in de crypte hebben aangetroffen. U weet dus ook, naar alle waarschijnlijkheid, dat ik heb ingeschreven voor de derby. En dat van mij alles afhangt van het succes van deze race. Win ik, dan ben ik uit de zorgen. Verlies ik. Ik durf er gewoon niet aan te denken. Ik begrijp uw positie. Ik ben in alles afhankelijk van mijn zuster, Lady Beatrice. Maar als ik juist ben ingelicht,
bezit zij alleen het vruchtgebruik van het landgoed. Oh, dat is u ook al bekend. Inderdaad, Mr. Holmes, dat is zo. En wat mezelf betreft, ik sta diep in het krijt bij verschillende geldschieters. Voor mij stond altijd één ding vast. Dat mijn schuldeisers hier als een troep aasgieren zouden neerzwermen als mijn zuster zou komen te overlijden. En dat alles wat ik heb onder de hamer zou komen. Huis, stallen, paarden, alles. Wel, Mr. Holmes, een week geleden is mijn zuster gestorven. En dat hebt u aan niemand verteld? Nee, dokter Watson, dat heb ik aan niemand verteld. Dat kon ik niet. Als er één woord van was uitgelekt, ik zou binnen een paar uur totaal geruïneerd zijn geweest. Daar ken ik de heren geldschieters en hun praktijken te goed voor. Dat geloof ik graag. Als ik die dingen maar een week of drie had kunnen opschorten, tot na de Dawi, dan zou alles in orde zijn geweest. Op voorwaarde dan dat uw paard zou winnen. Ja, als het niet wint. Maar zelfs als uw schuldeisers op uw landgoed beslag zouden leggen, dan zou u in elk geval toch nog de kans hebben om de race te winnen en de prijs in de wacht te slepen. Het paard wordt bij mijn landgoed. Oh. En mijn voornaamste schuldeiser is die schurk van een Sam Brewer. Een bloedzuiger die ik alles met de zweep te lijf ben gegaan. En dacht u dat die één vinger zou uitsteken om mij te helpen? Nee, dokter Watson, nee. Brewer aast op een ondergang. Als hij dat paard in zijn bezit had gekregen, hij zou het heel eenvoudig terugtrekken van de race. Ja. Mijn kansen zouden verkeken zijn en ik zou op slag bankroet wezen. Sir Robert, waar is uw zuster aan gestorven? Aan waterzucht. Daar heeft ze jaren aan geleden. Heeft een dokter de doodsoorzaak vastgesteld? Nee. Dan zal er toch een lijkschouwing plaats moeten vinden. Ik weet waar u op doelt, Mr. Watson. Maar ik geef u de verzekering dat elke dokter zou bevestigen dat haar dood al maandenlang vaststond. Maar het kwam voor u net iets te vroeg. Wat hebt u gedaan, Sir Robert? Had u naar ons gevraagd, sir? Ja, kom binnen, Norbert. En jij ook, Carrie? Ja, sir. Mr. Holmes, dit is Carrie, de hulp van mijn overleden zuster. Ik moet eigenlijk zeggen, Mrs. Norlett, dit is haar man. Zij kunnen bevestigen wat ik u zeg. Uitstekend. Ik had de indruk dat ik het zou redden als ik erin slaagde het overlijden van mijn zuster tot na de Derby geheim te houden. Het is duidelijk dat wij het stoffelijk overschot niet in huis konden houden, al hoeft er nooit iemand anders in haar kamer te komen dan Mrs. Norlett. Dus dezelfde nacht nog brachten Norbert en ik het naar het oude pomphuis. Ik wijs alle verantwoordelijkheid af. Zoals ik wel verwachtte. Want jouw verantwoordelijkheidsgevoel is nou eenmaal niet jouw sterkste kant. En hebt u toen het lichaam in het pomphuis verborgen? Ja. Maar toen deed zich een moeilijkheid voor met de hond van mijn zuster. Een spaniel. Die was gewend haar overal te volgen. Het beest sprong alsmaar tegen de deur van het pomphuis op. Blafte aan één stuk deur en viel er dan niet weg. En daarom hebt u die hond aan de herbergier van de Groene Draak gegeven? Ja. Desondanks voelde ik dat het pomphuis geen veilige plek was, en daarom hebben Norlett en ik het lichaam 's nachts naar de grafkelder gebracht. Maar alles wat onwaardig of oneerbiedig zou zijn, Mr. Holmes, is daarbij angstvallend vermeden. Ik heb de doden beslist geen onrecht aangedaan. Ik weet wat u denkt, Mr. Holmes. Misschien had u anders gehandeld. Maar u moet begrijpen, ik ben er de man niet naar om rustig te blijven toekijken als je hele bestaan te gronden gaat. In de crypte werden de voorvaderen begraven van haar overleden echtgenoot. Ik meen daar goed aan te doen, ook haar daar voor enige tijd bij te zetten. Dat is geen onwaardige rustplaats, dat is nog steeds gewijde grond. Norlett en ik... Ik wijs alle verantwoordelijkheid... Ja, dat weten we nou wel. U hebt toen een van de kisten geopend? Ja. We hebben de stoffelijke resten verwijderd en het lichaam van mijn zuster daarvoor in de plaats gelegd. En die resten hebt u verbrand in de verwarmingsketel? Ja, om te voorkomen dat ze in handen zouden vallen van mogelijke indringers. En daarna hebt u het zo geregeld dat iemand dagelijks uit rijden ging in het rijtuig van uw zuster en met de kleren van uw zuster aan. Om de indruk te wekken dat zij nog springlevend was. Precies, ja. Laten we eens kijken. Wie kan dat geweest zijn? Mr. Norlett, ik veronderstel dat u ook in deze alle verantwoordelijkheid afwijst. Ik zou wel willen weten wie u dacht... Daar kun jij mee volstaan, Norlett. Heb ik het bij het rechte eind? Ja. Hij ging voor mijn zuster door. Hij ging elke dag uitrijden. Met zijn vrouwje. En hij slaagde erin iedereen om de tuin te leiden, met uitzondering dan van een ongelukkige hond die niet begreep waar zijn meesteres gebleven was. En met uitzondering van u. Mij niet laten misleiden behoort zo'n beetje tot mijn vak. Sir Robert, we zullen deze zaak natuurlijk moeten doorgeven aan de politie. Het was mijn plicht de feiten aan het licht te brengen en daarmee kan ik volstaan. Ten aanzien van de zedelijkheid of betamelijkheid van uw gedrag zal ik me geen oordeel aanmatigen. Dat ligt niet op mijn weg.
Watson. Ja, Holmes? Het is bijna 12:00. Ik meen dat het de hoogste tijd is naar onze eigen nederige stulp terug te keren. Hé, ben je er nog, Watson? Ja, ja. Ik dacht dat ik een paar minuten geleden weg wilde gaan. Ja, ik ben ook weg geweest. Maar ik heb alleen even een krant gekocht. Krant gekocht? Ja. Maar onze kranten worden hier toch dadelijk bezorgd? Ja, dat weet ik gewoon. Maar ik wou er één eerder hebben. Nee, maar mag weten wat er met jou aan de hand is. Je doet al de hele middag zo verschrikkelijk opgewonden. Ja. En nou sta je er weer te glimmen van zelfvoldaanheid. Ja. Zou je er iets voor voelen mij deelgenoot te maken van je glundere geheimtjes? Weet jij niet wat voor dag het vandaag is? Vandaag? Kerstmis, Pasen, Sint-Jutemis. Ja. Ik kan niets bijzonders ontdekken. Dit is de dag van de derby. Vanmiddag is de derby verreden. Je meent het. Ja. En is dat alles? Ik vraag me af of ik je nog verder moet vervelen met wat bijzonderheden. De derby is gewonnen door een paard dat de naam Schoskamp Prins draagt. Ik dacht dat je daar wel eens van gehoord had. Ja, de naam komt me bekend voor, Watson. En ik ben deze keer zo gelukkig geweest op het goede paard te wedden. Het is met een neuslengte als eerste door de finish gegaan. Gefeliciteerd, vriend. Dank je. En wat ik verder wilde zeggen, de noodzaak dat ook wij altijd als eerste moeten eindigen, al is het maar met een neuslengte verschil, dwingt ons bezig te houden met de volgende zaak. Oh. We gaan dit eens nader bekijken. Ja. Geef me de microscoop eens aan, Watson. Ja. Dit nuttige instrument leert ons een heleboel.